Hallo, welkom Dus Games. Mijn naam is Quentin en welkom bij een nieuwe video van Dus Games. Dit is de allereerste aflevering van Rise of the Tomb Raider, de series. Ik heb nog nooit gespeeld. Ik heb twee keer de demo gespeeld. Eén keer van dit en één keer van de nieuwste Tomb Raider, denk ik. Dus ja, maar hoe dan ook, ik heb een paar dagen geleden al proberen dit op te nemen, maar mijn PlayStation raakt heel snel overhit. Het is redelijk warm in België, dus ik heb even mijn zus haar PlayStation gepakt. Het kunnen daar helaas niet veel games op, dus... maar ik ga het ermee moeten doen, hoe dan ook. Ik had een deeltje gespeeld ook van de missie. Echt niet veel, 5 minuten of zo. En ik denk dat dat de missie is dat ik een demo heb gespeeld, dus... hoe dan ook. Ik heb ook een Red Dead Redemption 2 montage gemaakt, dus dat is ook chill van Radioactive, dus ga dat ook zeker even gaan kijken. Hoe dan ook, we gaan beginnen, denk ik. Ik denk dat ik alles heb gezegd erover. Dat kon zeggen. Ik heb al de instellingen bekeken en hoe gezet. Het enige probleem is dat geen ondertiteling zijn. Dat mijn PlayStation. Oh nee, deze staat niet in het Engels, dus dat kan. Wachten. Siberische wildernis hebben bereikt. Oké. Dan ook, we gaan een nieuw spel maken sowieso. Maar wat dat er ook heel interessant is, heb dus expedities. En in de vorige aflevering heb ik dus gezien wat we ermee kunnen doen. En wacht, waar staat het? Wat is dit? Ik denk dat dit is uithoudingsvermogen. Ik weet niet zeker wat. Het stond in het Engels, dus ik weet niet echt hoe dat noemt. Maar kijk even naar van anderen wat daar staat. Ja, het is dit dus. Dus dat is een, we moeten eigenlijk dingen vinden, een soort van trofee, denk ik, artefacten, trofeeënachtige dingen. We moeten ook vuur maken om warm te blijven en shit. We moeten ook gaan jagen op dieren, vijanden gaan vermoorden en runes gaan zoeken. En ik weet niet precies wat het is. Het ziet er chill uit, dus we gaan dat misschien ook doen. Maar we dan ook, ga even kijken of dat de instellingen nu goed staan, want mijn zus en blijft staan nog in het Nederlands, dus wacht even hè. Daarover, oké, goed. Dat gaan we uitzetten, dat gaan we uitzetten. Ja, zeker. Zomerkleur. Oké, ik denk dat alles wel goed staat. Oké, maar we gaan dus beginnen. Voordat we beginnen wil ik trouwens nog één ding zeggen. Het is nu 3 augustus, denk ik. Ja, maandag 3 augustus, ja. Binnen 2 dagen wordt PlayStation 5 release gedaan. Dus ik ga daar misschien ook nog een video over maken. Dat heel chill is. En daar gaan we dus sowieso ook veel video's mee maken. Maar ik ga misschien ook nog VR komen. De Oculus Quest, waar ik hoop dat ik ook goede video's mee kan maken. Maar dus, voor Spider-Man, wat dat betreft. Dus ik heb... de eerste serie natuurlijk gedaan, maar de laatste aflevering was zonder geluid, dus dat sukt zwaar. Denk niet dat ik het opnieuw ga doen, maar zoals beloofd ga ik wel de DLC's nog doen, dus daar ga ik ook waarschijnlijk mee beginnen in dit moment. Dus dat is alles super chill. Wat betreft Spider-Man 2, dus Miles Morales, dat ga ik ook sowieso opnemen. Ik weet niet of dat ik het direct op hetzelfde moment ga opnemen, want ik weet niet, het is te zien. Maar ik weet eigenlijk niet of dat direct op PlayStation 5 gaat komen of op PlayStation 4 eerst. Als het op PlayStation 4 eerst is, ga ik het waarschijnlijk niet direct kunnen doen. Maar als het op PlayStation 5 is, dan ga ik het natuurlijk wel kunnen doen. En Valhalla natuurlijk ook, maar ik denk niet dat ik Valhalla ga spelen. Omdat ik een redelijk rustige playstyle heb als ik alleen speel. En ik wil er graag van genieten en dingen gaan doorzoeken en even stilstaan en bewonderen en zo. En als ik een let's play opneem, dat is een beetje moeilijk. En ik heb het liever niet in let's plays, omdat dat... ik heb meer het gevoel als je let's play kijkt. Voor mij, ik vind dat toch persoonlijk leuker als ik een let's play kijk. Dat ik alles zie wat er gebeurt. En gewoon in één stuk opnemen. Dus hoe dan ook. We gaan het wel zien wat er daarmee gaat gebeuren. Maar we gaan gewoon lekker beginnen, nieuw spel maken. Dus ik heb de film gezien, maar ben het een beetje vergeten. Ik weet gewoon dat het over Lara Croft gaat. Heel bekend spel van Naughty Dog. Dus het zelfmaker van Uncharted. Dus dat super chill zijn. Het is een schattenzoeker, denk ik ook. Haar vader is gestorven, denk ik. Meer weet ik niet, maar ik denk, dit is normaal gezien de eerste game. Dus het is een geremasterde game. Dus we gaan het zien wat er gaat gebeuren. Hoe dan ook. Een spel. Ja, we gaan dat even opnieuw doen. Wacht.
Je gaat een eerder opstaan spel, ja, oké. Okay. Ja, hoe dan ook. Graafrover aan, natuurlijk. Ja, we gaan gewoon graafrover doen. Ik weet niet hoe dat moeilijk dat gaat zijn, we gaan het wel zien. Het ziet er als een super chill uit. Reach beyond the boundaries of human experience. To face the unknown. As children, we question the world around us. We learn, we accept. And gradually we lose our capacity for wonder. But some do not. The explorers, the seekers of truth. It is these pioneers who define the future of mankind. The others, they're done. No amount of money is going to get them through those mountains. The lost city's up there, somewhere. That's gonna be a hell of a climb. I'm not turning back. I know. You should stay here with them. Not a chance. Okay, dus ik denk dat ik dit stuk een demo had gespeeld. Ik weet niet hoe dat eindigt. Maar nu houden we dus een beetje moeten klimmen. Wat ik fucking chill vind, die dingen om gewoon bergen te bekrijgen. Wow, joh. Natuurlijk gaan we beide veel Uncharted 4. Allee, gewoon Uncharted dan meer vibes gaan krijgen. Oké, maar ik moet wel zeggen, het is een fucking prachtige game, man. Het is de eerste game in de series, dus. Ik heb ook de nieuwste game, denk ik. Of ik ga het kopen kunnen. Denk dat ik het heb. Okay. The trail leads up the mountain. We'll have a good view of the valley beyond from the summit. All right, let's take it easy here. Oh, en dus voor de mensen die... Oh ja, natuurlijk, de Last of Us die gaat wel kennen. Ik heb het al gespeeld, ik heb het nog niet uitgespeeld, maar ik ben misschien van plan dat later ook nog een keer op te nemen. Maar ik weet niet zeker. Ik ben niet echt zo aan de Last of Us 2, de story. I know, but I have a good feeling about vooral met Abby. Abby sukt. Maar Bart is dat fucking nice game eigenlijk, de Last of Us. Er is veel haat op, maar ik vind het wel een goede game. Maar de story vind ik, ja, ik weet niet. Oh shit. Oké. Okay. Oké. Okay. Kijk, dus... Dat zijn zware Uncharted 4 vibes, allemaal dingen die afbreken vallen. Oké, maar wat er wel nieuws is, dus... Als we springen, af en toe houden we... op vierkantje moeten drukken om ons te balanceren ofzo. Wat dat niet gewoon ben, dus ik ga waarschijnlijk beide vaak vallen. Oké. Okay. Even aan het kijken. Want daarnet dacht ik dat... Oké, okay, het zit er wat chillen. Dat is de eerste game, als ik het goed heb, normaal gezien wel. We hebben niet veel context, dus ik weet eigenlijk niet waar dat we zitten, maar we gaan het zien. Oké. Okay. I need to jump across. Yes. Okay. Now grab my hand. Let's go. Gotcha. Oké. Okay. Oh, ik heb trouwens ook de Uncharted series, de eerste series gekocht. Ik heb nog nooit uitgespeeld Uncharted 1 en 2, dus ik weet niet over wat het dan gaat. Oké. Die guy is echt een reus, maar vergeleken met onze koning. Oh nee, niet echt zo hard. Oké. Dus ja, in die grond viel het uit, dus daarna weet ik niet echt wat er is gebeurd. Maar het ziet er echt realistisch uit. Het is heel dynamiek, zie ik. Ik weet wel niet hoe dat moet worden. Wat was het? Oké. Lost City. Oké, Uncharted. But that old track is these saw ruins up in these mountains. Oké, okay, ruins. Wel, ik denk dat we een soort van. Nou, niet dat het vol schatten is dat ze zoeken, maar echt voor. Ik weet niet. Wat Uncharted. Nee, Nathan Drake zoekt ook meer voor gewoon kasteel en zo, like coole dingen.
van vroeger en zo, dus ik weet dat niet. Kijk, hier viel het uit de vorige keer, dus ik weet niet wat er hierna gebeurt. Maar het ziet er echt chill uit. Echt chill game. Dat is een Lost City aan ruins in de Barende Grotten. Misschien de Viking. Die guy lijkt echt op een Miles. Wat denk je? Ik voel we're close to something, Jonah. I can feel it. Just this last stretch to the top. Alright. Let's see what's up there. Ik heb het gevoel dat dit niet de eerste game is. Ik weet niet waarom, maar ik vond de eerste game die aan. Dit is normaal in de eerste game, dus ik weet het. Oké, we hangen het vast aan elkaar. Oké. Okay. Looks like we climb from here. Keep your eyes open for falling ice. Right. You ready? Dit moet dan. Oh, ik heb hoogtevrees, dus ik zou dit sowieso niet durven, maar. Hoe de fuck moet we springen? Sorry. Oké. Dus dat moeten we niet doen, duidelijk. Ja, ik spring er direct van. Oh, oké, we moeten naar beneden misschien. Ja, nice cabbage. Oh, maar dit moet toch kut eng zijn. Als dat breekt, je weet ook. Oh shit, ja, en het is vandaag. Oh my god, zijn je serieus? Wow, ja. Ik heb het gevoel dat heel het game close gaat zijn, maar oké. Wel ja, maar dus ik ben echt blij dat ik weer Let's Plays kan opnemen op mijn gemak. Like, deze gun moet ik ook nog afwerken, maar mijn PlayStation raakt heel snel overhit, dus ja. Ik ben ook gestopt al na GTA, omdat het ook heel snel overhit raakte, dus... Ik ga dan misschien ook nog een keer beginnen, maar wel ja. Well, nu is gewoon wachten op PlayStation 5 traag aannemen en... Ik ga proberen zo weinig mogelijk Let's Plays te doen. En meer montage te maken enzo. Ik hoop dat ik het kan. Oh fuck. Wat is zo lang dat hij niet valt was. Hoe de fuck kan hij zien waar ik ben? Even zo op mijn mak, hè. Oeh, damn! Kut, wacht, moet echt snel zijn, man. Ik zag ook gewoon geen T. Maar ik heb het waarschijnlijk afgezet, ik weet niet. Oké, maar we moeten dus snel zijn. Nou, is oké. Why you? Jonah, we made it. I see the ruins. Oh God. Oh. Lara, can you hear me? We must die answer van waar we zo dood maken. Oké, okay, let's go, let's go. Come on, Lara. Good. No, no. Lara, I can't hold you. The rope is slipping. Ah, oh, fuck. Okay. Okay, nice. We zijn niet serieus. Go back, Jonah. Get the shelter. Oh my god. Oh fuck. Okay.
Ik voel dat dit veel spannender gaat zijn dan Uncharted. Dat breken. Maar oké. Okay. Dat is een vliegtuig of zo zeker? Oh shit. Waar de fuck moeten wij naartoe? Dat is toch gelijk ook gewoon. Oh nice, toevallig, nice. Oh fuck. Oh. What the fuck? Oh damn. Fuck, je moet snel zijn, man. Oké. Okay. Holy shit. Ik zweer, waar de fuck is de grond zelf? Oh. Oh, een bom, nice. Oké, okay, we gaan gewoon naar daar. Kut. No. Oké. Okay. Well, ja. En een chart het dan pak je vanzelf vast, maar hier moeten we echt alles zelf doen. Oké, okay, shit. Oké. Okay. We gaan dus gewoon rapper op vierkantje moeten drukken waarschijnlijk. Oh fuck. Oh my god. Oké, okay, nice. Maar ja, echt voor je game. Maar what the fuck was dat, man? Oh. Sneeuwstorm. 2 weken eerder. Oké, okay, dus het gaat waarschijnlijk wel de eerste game zijn. Londen, oké. Okay. Ze doen me echt denken aan Chloe hier. Van de Uncharted natuurlijk. Oké. Okay. It is the greatest cruelty of life. That we're all too swiftly taken from it. We age, we decay, we die. Is that father or something? What do we leave behind? Bones? Dust? On the beast. What of the soul? Does it endure beyond our earthly existence? I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories. A truth not of science, but something more profound. The key to unlocking everlasting life. I may have found the next piece to the puzzle, but I'm not alone in this search. They're following me, watching my every step. I know them by name now. Trinity. An ancient, violent sect with designs on controlling the future of humanity. I must proceed carefully for the sake of my family. Sorry, maar ik ga even de ondertiteling uitzetten. Het leek mij echt af. Ja, like, ik denk niet dat jullie er echt probleem mee hebben. Maar laat het even weten in de dingen. Maar like, dat leek mij echt zwaar af, ondertiteling. Dus sorry, maar ja, we gaan verder. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive my... Oké, okay, ik heb gewoon kleur aangezet. Oh my god. Sorry dat ik het zie nu. Uit, het staat toch uit? Ja, het staat uit toch. Wat is waarschijnlijk tot na de kutje. Dat is onsterfelijk, is ook. Nou, oh, en dat is Lara waarschijnlijk. Ik hoop het toch. Dus Trinity gaat waarschijnlijk een beetje like de Templars zijn van de... Assassin's Creed, denk ik. Een beetje lekker raven in het chart. Oké. Okay. Dat moet je wel afvragen als het erin die hem elke stap. Like, dus ze weten van zijn dood. Ze weten waar dat hij leeft, waarschijnlijk. Dus ze weten van al die shit. Dat Lara nu gaat vinden. Dus ik snap niet waarom dat, fuck, dat zij dat eerst vindt, maar oké. Okay. Het zal wel. Syria. Oké, okay, ja, ik dacht al, oké, okay, ze zijn daar. It's me, Anna. Oh God, I'm so sorry.
denk dat ik per ongeluk kleuren heb aangezet. Shit, sorry. Oké. Okay. Met kleur zonder kleur. I saw the guy. What the fuck? Sorry, weer maar. We gaan een keer zonder kleur doen. Of met kleur. Maar we gaan het wel nooit zijn. We gaan het wel zien wat er gaat gebeuren, zeker. Oké, okay, ja, we gaan verder. I thought you could use some company. No lies. Were you followed? Followed? Of course not. What's going on? I think I found the tomb. Oh, you can't be serious. The myth of the prophet is real. Dad was right. Lara, your father was unwell. No. He was close to a great discovery, tangible evidence of the immortal soul. I loved Richard. I would have married him if he'd asked. But he was a broken man. I don't want to see you end up like him. But Anna, he was right. It was everyone else who was wrong. Tombs in Syria. Syria? Oh God, Laura, no. This is madness. Get your life sorted. Go home to the manor. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. I saw something. Something I can't explain. Now I understand what Dad was going through. It's all fairy tales. Nonsense. Don't go down this road. You know where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the prophet's tomb. Okay, let's go. Worden we wakker waarschijnlijk? Okay, ik hoor dat de ondertiteling afstaat nu. Of tenminste zonder kleur zijn. Schorpioen, oké. Okay. En de vast sneeuw naar de woestijn. Oh, waarschijnlijk zijn we gewoon nog nu. De haast al 2 weken geleden, denk ik. Of een week geleden of zo. We're heading into a war zone now. Better be sure about this. We're close. There should be an oasis in the canyon just ahead. You're wasting your time. There's nothing out here. Just keep driving, please. It's your money. Something isn't right. Oh, that's just local militia. You told someone, didn't you? They paid better than you. Shit, okay. They weren't supposed to shoot at us! Get us out of here! No shit, my- oh my god. No, no, no! Arrived, okay, nice. Onze spul liggen daar ook gewoon in. What the fuck am I my van? Oh, de stad. Of een stad toch? Waarom hangt er bloed aan onze team? Dat is ook gewoon het enige waar het bloed aan hangt, ja. Dat is een fucking tiet. Maar waarom? Wat is waarschijnlijk daar gelopen, maar oké. Okay. Gewoon verder gaan, zeker. Oh my god, wat dat. Oh! Shit, man. Master of the Fallen. Oké. Okay. Heel dus het wordt gebombardeerd, ik weet niet waarom, man. Research about this. Oh, ik dacht dat je alles daarop was. The prophet's tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities.
Legend speaks of an oasis where the prophet was laid to rest. We creëren echt, zware kloon, man. Haar lichaam is ook gewoon. Was is wel lekker, dat ze. Oké, maar dus het zou weer daar zijn grot moeten zijn waarschijnlijk ook. Wat de fuck moet ik nog een hoog op doen, nice. We hebben maar één zo'n ding nu. Oké. Waterval. Lijkt op een gevangenis of zo. En bij je collectibles, ja zeker ook nog. Een religious icon. Toch dan. Detailed and inlaid with gems. It looks Byzantine, perhaps 10th century. It fits with the legend of the prophet. Well, dat is nice. Collectibles. Oké. Okay. Dus dit lijkt echt op gevangenis. Could this really be it? Oh, oké. Okay. Andere ook van deur. Dacht even dat ze een lightsaber pakt ofzo. It all lines up. Oh ja. Yeah. We zien er niet zo van bij, maar. Oh. Incredible. Oh, dat zijn ruins ook. Some kind of marker. Can't quite make out the translation. But this word. Prophet. Dat medaillon op haar nek herken ik ook van ergens, ik weet niet van waar, maar ik denk dat een groot ding gaat uitspelen ook. Druk op overlevingsinstincten. Ik kan er zeker afzetten. Is dat Jezus? Okay, he's shown here performing healing miracles. Dad's okay. Notes mention this. Oh. Seems to be a map of some sort, but I can't quite read the words. Dat is nice. We hebben niveaus. Lezen en zo kunnen we hem. Oké, okay, wat hier zijn wij nu. Hier was hij groot. Hier moeten we naartoe. Relieken, grondstoffen. Dat kunnen. Waarschijnlijk om dik te maken ook, sowieso, maar... Oké, wat moeten we nu doen? These are the miracles of the prophet of Constantinople. Dat niet dat je zelf een map hebben in het chart. Trinity. Kom van... Ah, nee. He led his followers through the desert to the oasis. Ding is Mohammed zeker of in de fout noemt die guy weer. Sorry, maar ik ken er niet veel van, maar is maar Mo. Denk dat Mohammed is kunnen. Of Moses. Sorry, ik ken er niet veel van, maar ja. Oké. A secret entrance. Oké. Dat ligt, man. Oh, ik krijg later een kippen van, alsjeblieft. It's amazing. If only Dad could have seen this. Wow, shit. Waarom hier zijn wij die tortuur als ik dat buff gezet? Oh. Oh, oké. Okay. Ah, oh, fuck, de helikopter, no.
what the fuck wil je dat ik doe dan? Oké, sensor mainen. Fucking god, waarom? Waarom van die awesome? Oké, okay, maar check haar ook gewoon overal in bloed zitten. Waarom de fuck is haar ene tiet in bloed? Ik snap nog awesome niet. Like, het is niet dat er zoveel langs haar hoofd is gelopen, toch? Maar oké. Waarom de fuck zit het er zo kut aan? Oké. Oké. Okay. Okay. Oh, ik dacht even dat ging instorten. Dit houdt zich wel weer resten. Oké, het gaat niet zo smooth ofzo, ik weet niet. Het is lekker. The Order of Trinity pursued the prophet and his... Ze heeft geen lichaamsgewicht, denk ik. Wat in de game toch? Finally confronting them in their hidden oasis. Uncharted heeft dat heel goed gedaan, lichaamsgewicht toegevoegd. Oké. Okay. Ik weet niet waarom, maar ik zo direct zo fucking kroon of zo zwaard meepakken of zo, maar zij laat hij er allemaal in. Damn it, come on. Oh my fucking god. Echt verschool me kapot. Ook al ons harpoen, waar ga je daar even in gaan? Even in die mond, man, what the fuck. Je moet echt iets missen in je hoofd als je hier doorgaat, man. Oh, sorry, even mijn bak weer aanleggen. Dus je moet echt iets missen in je hoofd als je door de fucking grot wil gaan met schorpioenen en zo. Dat is schorpioen, maar je ook gewoon niet been. Armed soldiers against religious pilgrims. The Order of Trinity. Is dit de Order of Trinity? Oké. Okay. Waarschijnlijk die Romeinse leider of zo. Die zijn gewoon. Ja, what the fuck, man. Echt, man. Damn it. That was too close. Ik heb ook gewoon een gun, serieus. Like, die game zit hier vol met jumpscares, man. Oké. Okay. Wacht of jumpscare heb. Ik ga misschien ook een keer Resident Evil of zo beginnen. Oh, ik zweer, ik kan zo hard niet tegen beschieten. Dus. Oké. Okay. Tuurlijk vallen we weer. Kunnen we haar laan of zo? Moet nog hoog klimmen? Misschien moet ik nog kloten. Waarom moet ik dit neerschieten als ik er niet op bestaan dan? Oh. Ah, oké. Okay. Lukkoos wel. Oké, oké. Oh shit.
Fuck man. Bolletje kon. Ik weet niet waarom, maar ik hol alles aan mijn adem in als ze ook onder water zijn. Oké. Okay. Ik ga in deze game, ik ga nooit meer in een grot kunnen gaan zonder lik. We moeten zien, oké. Okay. We zijn in de tempel, denk ik. We made it, Dad. Ik ga gewoon springen, zeker? Ja, oké. Okay. Water ziet er echt nice uit hier. Dan schel ik hierop zeker. Dat is haar goed leggen. Ik heb geen overleving in het ding, maar oké. Maar het valt wel. Wat zou ik hier? Oh shit, moet er eens ook kijken hoe lang dat ik bezig ben, man. Nee. Nog niet zo lang, denk ik. Oké. Okay. Waar moeten we naartoe? Waarschijnlijk moeten we daar opklimmen, toch? Daar komt er water in. Waarschijnlijk moeten we die poorten dicht doen, zodat het water stopt met lopen. En... oh, of we moeten erbij doen. Dit is wel echt chill. Maar dat gaat fucking snel, man. Oké. Okay. Waar is er nog zo'n ding of is dat alles? Dat is alles, denk ik. Oké. Okay. Oké, okay, rustig. Ah, fuck, we zijn niet serieus. Wat was dat de bedoeling is, ja. Zo, ik was de bedoeling. Oké. Okay. Chill in slow motion. Ik hoor mensen, zijn serieus. Flussen. Oh my god, waarom is het zo fucking eng? Ho! Ho! Oh, dat was effies. Oh, oké. Okay. Serieus. Zou je misschien dat ik daarop kan? Moet ik hier nu weer op gaan? Niet hier duidelijk. Of moet ik nog dat ding staan? Ja.
Ah, oké, okay, ik snap het. Nice. Oké, okay, dit gaat zo zwaar redden toch waarschijnlijk. No! Ah, natuurlijk. Dat is wel lekker, dat is wel. Oké, okay, maar ik denk dat we er zijn zeker. Of moet nu weer opnieuw gaan? Oké. Okay. Het bloed ligt ook nog als een apartiet, oké. Okay. Wat is dit? Natuurlijk zit er niks in. No. No. What did I miss? Hey, down here. Gast erin, hè? Where the fuck is dat weer? Set the charges. Ah, zijn hand laten ontploffen. Wat, oh, dat is leuk. Oké. Okay. Tja, toch dat ik zit, dus boeit niet. Oh, wij zijn er waarschijnlijk in, dus. The prophet's tomb. After all this time. And the artifact inside. Of ze weggelopen, denk ik. Als ze erin zijn, dan zijn ze zoiets doet. Wat? Zet ook gewoon een kogel. Of die is een kruis, dat kan ook. Open it. Carefully. Could be extremely dangerous. Ik denk dat hij gekruist is, maar dat is een onze tweede hand natuurlijk zo zijn. Hè. Dus ik weet niet. Okay. Who the hell are you? You're a smart woman. I suspect you already know. Trinity. Where is the artifact? I don't know what you're talking about. Don't play games with me. You led us to this place. Look, it was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. Slim, oké. Okay. Wat, dat is wat minder slim, maar. Zolang dat we dood had, toch? Ook een slow motion. Wat, misschien ziet er wel realistisch uit, dat is chill. Ik heb al gaan het halen. Open. Oh, ik heb wel spray. Oh, fuck, oké, okay, vlug. Oké, okay, maar dat was echt wel slim. En dom tegelijk, weet maar. Fuck. Almost there. Al die rotsen die vallen. Oké. De paal breekt bijna nu. Beter. Oké. Okay. Dat is dat kruis dat we hem gevonden waarschijnlijk. Ik weet niet of dat die guy niet dood is, waarschijnlijk niet, maar Huizencraft, oké. Okay. Ik ga dat wel binnen moeten afsluiten, denk ik. Ik weet niet hoe lang dat bezig is, maar ik denk toch al 40 minuten. Oh, dat is Jonah. Jonah! Lara,
There's so much I need to tell you, I don't... Did you find the Prophet's tomb? Yes, but I was followed. What? By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the divine source. The artifact your father was after? There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here, in one of Dad's books. Listen to this. The lost city of Katesh, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the Prophet's artifact? The same symbol. Laura. If the divine source is hidden in the ruins of Katesh, waiting to be found, then I have to go. To Siberia? Are you kidding me? Just think. If this thing could really unlock the secret of immortality, it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. Are you listening to yourself? En de wereld zo vol geratelijk, al ja. So much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you too. Dad never made the connection to Katesh. He gave up everything for this. Including you. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't! If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that. Dat is ook waar, maar oké. Jonah? Ah, het is die guys hier. Ik weet niet of we hand-to-hand komen van hem. Ik hoop het. Dat zegt. Oh, had hem direct moeten neerschieten, maar oké. Oké, maar dat gaan we dus in de volgende aflevering doen. Alles is een fucking nice game. Het is een fucking nice game. En in de volgende aflevering gaan we kijken wat het volgende is dat we gaan meemaken.
Dus alles is heel fucking spannend. Heel zijn vang, heel zijn breedte en shit. Het is echt. Het gaat goed door. Dus ja, hoe dan ook, de volgende aflevering gaan we schuilplaats zoeken. Waarschijnlijk warm krijgen. Gaan jagen misschien, I don't know. Ik weet niet of je in de hoofdgame honger kunt hebben of zo, waarschijnlijk niet. Maar dus ja, hoe dan ook, ga misschien ook nog Minecraft beginnen opnemen. Ik vind dat super chill. The Forest heb ik ook. Ben ik daar met Thomas mee begonnen, dat ga ik misschien ook nog opnemen. Dus het gaat ze fucking leuke dingen aankomen. Dus ja, blijf kijken in het kanaal. We zijn goed bezig, heb ik het gevoel. We pakken het wat trager aan. En ik denk dat jullie dat ook veel leuker vinden. Dat je niet heel snel gespamd wordt. En dat we meer tijd hebben om daar te doen. En echt goede opnames te hebben. Dus ja, ik hoop dat jullie deze serie fucking chill gaan vinden. Ik ga sowieso ook nog wat tijd en het jaar en al die dingen doen. Dus ja, tot de volgende aflevering. Later.